Nottingham. Jean Elst, de man die destijds ingeschakeld werd om de scheidsrechter om te kopen, wil voor het eerst het volledige verhaal doen van wat intussen de affaire Anderlecht is gaan heten. De hele zaak ging aan het rollen toen René van Aken, die ook nog zwijggeld te goed had, het gevoel kreeg dat hij door Anderlecht aan het lijntje werd gehouden. Met stukken en brokken kwamen details over de zaak in de pers, eerst met een verontwaardigde Constant van den Stok die alles ontkende. Daarna sprak hij van een lening aan de scheidsrechter. Nadien probeerde hij de eer van Anderlecht te redden door te suggereren dat de scheidsrechter destijds de lening nooit in handen heeft gekregen. Maar u weet hoe sceptisch wij zijn. Hier komt het hele verhaal, ook al weigerde Anderlecht, de voetbalbond en de scheidsrechters hun medewerking. Welkom en bienvenue, welkom. Vreemde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just as enchanté. Happy to see you, bleibe reste stehen. Willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, au cabaret. Juan Lozano scoort het beslissende doelpunt voor Anderlecht in de finale van de UEFA-beker. Zijn broer Courreau en Jean Elst, een regelmatige gast in het stamcafé van de Lozano's, vatten het plan op Juan te verkopen aan een grote club in het buitenland. Met lachen en zwanzen hebben wij eigenlijk kunnen bekomen dat ik en Courreau de manager mochten spelen van Juan Lozano. Dat we dan ook met succes gedaan hebben. Maar u was geen echte voetbalmakelaar? Ik was helemaal geen voetbalmakelaar. Ik weet amper dat er een blaas in een bal zit. Elst wordt bij Anderlecht geïntroduceerd door Raymond de Deken, nog zo'n cafékennis. De Deken begeleidt de scheidsrechters op Anderlecht. Hij doet dat heel discreet. We bezitten geen beelden van de man. Ik heb hem toen 100.000 frank beloofd. Toen de transfer geregeld was, heb ik hem deze ook betaald. Maar toen zei hij onmiddellijk, je hebt mij al 200.000 frank beloofd. Toen heb ik hem gezegd, Raymond, het beste dat men bij u kan doen is, als u met mij spreekt, dat ik daar een cassette van opneemt. Enkele dagen voor de Europese wedstrijd Anderlecht-Banik-Ostrava. Jean, ik moet het onaardig vertellen, maar op dit moment trouwt de ploeg van geen kloten. En op Anderlecht zien ze dat match tegen Ostrava niet veel zitten. En ik weet het, als Anderlecht op zijn bank ligt, dan moeten ze er nog geld om te steken ook. En wat kan je er dan om doen, Remo? Luister, eigenlijk zoeken we iemand om geen arbiters te doen. Hoe heet die gast? Hackett, een Engelsman, een zoolgooien. Hackett weigerde om hier aan mee te spelen. Hij heeft mij toen gezegd dat het Anderlecht tevreden mocht zijn dat hij geen verslag zou maken voor de UEFA. En daar was hij er ook bij gebleven. Toen ik Raymond die boodschap overbracht, zei hij, dan zoeken we wel een andere manier om deze zaak te regelen. Dus verder, ik heb nog nooit gedaan een wedstrijd omgekocht. Dus het was de eerste maal. De omkoping mislukt, maar Anderlecht wint met 2-0. De volgende dag nodigt de Deken Elst uit in een Brussels hotel, waar Elst tot zijn eigen verbazing 100.000 frank ontvangt. Conclusie van Elst, de Deken licht Anderlecht op. De Deken verzoekt Elst om een nieuwe vriendendienst. Anderlecht heeft net met 2-0 verloren van Nottingham Forest. Scheidsrechter is Emilio Guruceta Muro, een Spanjaard. Ik had die ontmoet samen met Courreau Lozano in Real Madrid. Daar hebben we daar samen wel eens mee op stap geweest. En hij zegde mij ook, als ik ooit in Brussel kom, of een match moet fluiten in België, dan zou hij mij graag ontmoeten. Ik heb hem toen gecontacteerd in Alicante, in de Dolphin, op Playa España. Ben ik hem gaan opzoeken. Het gesprek was heel kort. Hij was geïnteresseerd voor een bedrag van 1.200.000 frank Anderlecht te helpen. Alleen zegt hem, mirakels kan ik niet doen. Maar hij heeft er dan toch wel een paar gedaan. Anderlecht plaatst zich voor de finale van de UEFA-beker dankzij onder meer een heel licht toegekende strafschop.
In de slotseconden keurt Guruceta Muru om een onduidelijke reden een doelpunt van Nottingham af. Ook de RTBF-commentator is stom verbaasd. Ik zie hem onder deken in de Hilton komen met de klassieke bruine envelop. Hij is toen ook vergezeld van een slanke man, die ik ondertussen weet dat dat Philippe Collin is. Hij geeft me het geld en ik ga naar de scheidsrechter en ik overhandig hem dat geld. Hij is vergezeld van een vriend van mij en Rodriguez Escobar en hij telt het geld. Wat blijkt, er zit 1 miljoen in plaats van 1.200.000 frank. Money makes all the world on the world, all on the world. Elst beweert dat hij zelf het verschil heeft bijgepast. Guruceta Muru kan niet meer getuigen. Hij komt 3 jaar later om bij een verkeersongeval. Het Anderlecht bestuur weet op dat moment nog niet wie Hackett en Guruceta Muru heeft benaderd. Elst wil Erwin van den Berg verkopen aan Barcelona. Anderlecht wil dat niet. Elst en zijn vriend René van Aken vertrekken toch. Op Zaventem wordt Elst opgepakt op verdenking van belastingfraude. Om een korte resume te maken, Verschuur weigert mij te betalen voor Van den Berg. De president die gooit me buiten. Ik word aangehouden op de luchthaven en ik zit in de gevangenis. Dus dat was niet de klassieke druppel die de emmer deed overlopen, dat was een waterval. En toen heb ik besloten mijn memoires te schrijven. Elst stuurt een kopie van zijn memoires naar Constant van der Stok. Sanderendaags kreeg ik al een telefoontje omdat ik alsjeblieft naar Anderlecht wou komen. Dat heb ik dan ook gedaan. Ik dacht, ja, wat gaat hier eigenlijk gebeuren? Ik heb toen een klein zakje gepakt met zeep, tandpasta, alles. Want ik dacht, ik kan er mannen zien staan met de gouden kepies en de sterren. Dus ik was al, ik zag mijn bergen al gedekt in Sint-Gilles. Ik kom eraan. President ontvangt mij. Ik was heel erg onder de indruk, moet ik zeggen. Hij ontvangt mij. En hij was eigenlijk nog zo groot met meneer Van Spreken. En hij zegt, hoe heet dat als je die een boek verkoopt? Zeg, de rechten. Dan zegt hij, ik wil de rechten van uw boek kopen. Oké, daar zat ik eigenlijk voor. Ik zou dat gerust zeggen. Meer belust op vraag als op geld op dit ogenblik. En hoeveel vraagt u voor die rechten? Zegt hij. Ik zeg, ja, ik zit er nu toch, hè. Ik zeg, 65 miljoen. Elst beweert dat hij 25 miljoen heeft ontvangen. Constant van den Stok vraagt hem dan geduld te oefenen tot de zomer van 94. Dan zal Elst de resterende 40 miljoen mogen komen halen. Wat van den Stok niet weet, is dat René van Aken een kopie heeft van de geluidscassettes. Van Aken en Elst krijgen een zakelijk dispuut. Uit wraak stuurt Van Aken een omkopingsdossier naar de voorzitter van de Belgische Voetbalbond. U heeft toen, zegt u, Michel Doge ontmoet. Hij ontkent dat. Ik denk nu niet dat ik een hoofd heb dat je gemakkelijk kunt vergeten. En dan zeker niet als je komt praten over corruptie en over omkoping. Dus daarom zeg ik ook dat Michel Doge een leugenaar is. Maar toen heeft u dat dossier per gewone brief verstuurd? Per gewone post, ja. Omdat ik dacht dat dat voldoende was. En dan ben ik doorgestuurd naar Anderlecht. Door Michel Douwe. En dan ben ik ontvangen geweest door Michel Verschuren en meneer De Pot. En die hebben gezegd, wij kennen uw dossiertje, daar gaat de vuilbak in. Hetzelfde dossier wordt aan Michel Doge en aan Constant van den Stok en Michel Verschuren bezorgd via een deurwaarder. Ik heb daar geen kennis van, ik heb dat ook zeker niet afgekeken. Daar is een betekening van. Niet van mij. Anderlecht nodigt Van Aken uit voor een gesprek. Van Aken neemt dat stiekem op. Anderlecht-manager Verschuren dicteert hem een merkwaardige brief. Ik ondergetekende Van Aken, voornaam, adres, bekend niet mee. Naar de reis vrijwillig gebruik hebben gemaakt van een forum tot afpersing van op dit moment. Deze forum werd mij ingegeven op een ogenblik dat ik financiële moeilijkheden had. Ze hebben echter onmiddellijk door de een van de sport en verschillen ontdekt, zodra ik beroep deed op de tussenkomst van een burger.
Ik verontschuldig me voor deze misstap en wil plechtig alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat aan deze gruwelijke zaak geen rechtbaarheid wordt gegeven. Meneer Constant van der Stok heeft toen gezegd dezelfde woorden als Michel Doga. Hij zegt, wat heb je eraan met Els te vervolgen? Of zelfs in het gevangen te laten steken, daar heb je geld niet meer terug dat je verloren bent. Hij zegt, ik zal u vergoeden voor hetgeen dat u verloren bent. Van Aken ontvangt 12 miljoen. Een tijdje later wordt hij overvallen en bestolen en hij ontvangt dreigtelefoontjes. Hij stuurt zijn dossier nu aangetekend naar Lennart Johansson, voorzitter van de UEFA, de Europese Voetbalbond. De UEFA heeft u nooit gecontacteerd in 2009? Ja, ik ben van de veronderstelling dat de UEFA, dat het dossier nooit bij meneer Johansson is gekomen, ook niet bij de onderzoekscommissie, dat er iemand die vanuit Brussel, per se van der Stok of Alain Courtois, het dossier onderschept heeft. En misschien dan met een brief die ik geschreven heb aan Michel Verscheuren. Van Aken schakelt een nieuwe deurwaarder in. Er vertrekt weer een dossier naar Michel Doge. Doge geeft het door aan secretaris-generaal Alain Courtois, die Van Aken uitnodigt. Courtois hoort de geluidscassettes en verwittigt Anderlecht. Van Aken mag weer op visite. Ik kreeg een brief in mijn handen en er stond op: in deze kamer wordt niet gesproken. U zult wel begrijpen waarom, tussen haakjes bandopname. Indien u akkoord gaat, hoeft de winkel maar te knikken. En dan was er een voorstel van 5 keer 3 miljoen. Elke keer op de eerste maandag van juni. Ik ben toen doorgegaan, ik heb neergeknikt. En dan is meneer Zee van der Stok achter mij gekomen, heeft mij mee naar het voetbalveld genomen. In een heel zachte stem heeft hij dan gezegd: meneer Van Aken, u moet het voorstel aanvaarden. We gaan voor u nog iets speciaals doen. Gaat mee terug naar boven. En dan ben ik mee terug naar boven gegaan. Ik heb 2 minuten voor de deur moeten wachten. Hebben ze mij binnengehaald. En dan stond erbij 30 miljoen in 98. Heb ik geknikt. Dat is een akkoord mee. Money makes a bird go around, a bird go around, a bird go around. Money makes a bird go around, it makes a bird go around. In a buck or a pound, a buck or a pound, a buck or a pound, his words and makes a bird go around, a clinking, clanking sound, it makes a bird go around. Als je dan een voorstel doet, dat over zoveel geld gaat. Ik ben geen minister van den Broek die dat in brand steekt. Hè. Ik kan ze heel goed gebruiken. Ik moet van Anderlecht 40 miljoen hebben. Zij hebben mij die beloofd. Als ik van u 40 miljoen moet hebben, dan achtervolg ik u in heel de wereld. U hebt ze me beloofd. Waarom zou Anderlecht mij die niet geven? Ik heb mijn job gedaan, ik heb 6 jaar mijn mond gehouden. Elst vraagt 2 keer vergeefs om zijn geld. Dan volgt een brief met dreigende ondertoon. Wie heeft die brief geschreven en ondertekend? Ik heb deze brief geschreven en ondertekend. Van Aken beweert dat hij hem niet ondertekend heeft. Ik heb deze destijds aan Van Aken gegeven. Van Aken heeft deze brief opgestuurd of afgegeven. En ik weet natuurlijk niet of hij hem heeft ondertekend, ja of nee. In ieder geval, bij de rechtbank, bij de gerechtelijke politie, staat zijn aantekening wel mee onder het schrijven. Waarom zou ik brieven gaan schrijven als ik nog een overeenkomst heb? Maar uw naam staat wel onderaan die brief. Ja, dat is meneer Elst zijn probleem. Hè? Dus dat van mij niet. Hè? Dus u beweert dat Jean Elst die brief heeft opgesteld en uw naam er heeft ondergezet zonder u te verwittigen? Ja, natuurlijk, want ik zet in tuinlijn. Roger van den Stok, zoon en opvolger van Constant, dient klacht in wegens afpersing. De raadsman van Anderlecht verzoekt de procureur-generaal om discretie. Onderzoeksrechter is Georges Marnet, vriend aan huis bij Anderlecht. Bij gebrek aan centen stappen Elst en Van Aken naar de pers. Die noemt hen afpersers. Je kunt je niet voorstellen wat een soort van mensen dat zijn. Die zijn misschien half gek, die zijn misschien niet, zeker en vast niet normaal. Dat zijn mensen die niet eerlijk zijn, dat zijn professionele afpersers. Ik hoop 1 ding voor u, hè, dat je nooit met te doen hebt, want ze flikken u.
Ik denk niet als je een afpersing over de vloer krijgt, dat je vraagt om mij een geus moet drinken. Als ik een oplichter had geweest, had ik Anderlecht opgelicht in 84 en ik wil het nog eens herhalen. En toen had ik bij Anderlecht gemakkelijk 100 miljoen kunnen gaan halen. Het is dankzij mij dat Anderlecht zijn kasteel heeft mogen bouwen. Dat Anderlecht zijn prestige heeft mogen bewaren voor 10 jaar. Dat ze nog titels hebben vergaard. Alles hebben ze aan mij te danken. Niet aan hen, aan mij. En ze hadden me geld moeten geven. Ik ben geen crimineel, maar ik ben wel een avonturier. En zo zit mijn leven in. Elst stelt een fax op voor Alain Courtois. Leden van de voetbalbond hebben actieve corruptie gepleegd, schrijft hij, in een internationale omkopingsaffaire met een vooraanstaande Belgische club. Dezelfde dag nog ontmoet Courtois Elst en Van Aken in een Antwerps hotel. Courtois beweert dat beide heren via zijn bemiddeling hun geld van Anderlecht wilden bekomen. Er volgt een juridisch steekspel. De voetbalbond dient klacht in tegen Elst en Van Aken tegen de voetbalbond. Het uur van de waarheid. Constant van den Stok geeft toe dat hij scheidsrechter Guru Setamuro destijds 1 miljoen frank heeft geleend. Hij reageert zeer emotioneel op deze onthulling. De deken a eu l'argent. Ça, c'est sûr. Et je ne vais pas mentir, je dis la vérité. Mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, je ne suis pas sûr que Elst a remis cet argent à cet arbitre. Je crois que cet arbitre ne l'a jamais eu et que Elst l'a mis dans sa poche. Maar wat verklaart Raymond de Deken? Na de wedstrijd overhandigde ik, de Deken dus, aan de scheidsrechter een omslag waarvan ik de inhoud niet kende. En toen ik de omslag overhandigde, was ik alleen. Il faut comprendre ma fierté vis-à-vis de mon fils. Je n'étais pas tellement fier. Et c'est pourquoi je ne lui ai pas beaucoup parlé de ça, au contraire, jamais. Van den Stok junior verklaart echter dat hij al 4-5 jaar op de hoogte is van de praktijken van Elst en Van Aken. Hij meldt ook dat Alain Courtois hem informeel op de hoogte heeft gehouden van de behandeling van het omkopingsdossier. En, zo zegt Roger van den Stok, ik denk dat de zaak zonder gevolg is geclasseerd door de UEFA. Merkwaardig dat hij dat op 17 februari 1997 laat optekenen. Dat is 3 dagen voor de voetbalbond voor het eerst het Van Aken dossier naar de UEFA doorstuurt. Bij de UEFA houden ze vol dat ze voor februari dit jaar nooit iets gehoord of gezien hebben uit Brussel. Misschien wel uit Antwerpen. Want hoe zit dat met die aangetekende zending van Van Aken uit 92? I never saw it. I never heard about it until a few days ago. I have no reason to doubt that it was sent. But yet the UEFA hasn't found these documents. Het uitvoerend comité van de UEFA doet op 22 september een morele uitspraak. Anderlecht mag 1 seizoen niet Europees voetballen. I like to know what really happened and how it was handled. This is, we know about the bribery, but we also have to find out our own role in this respect. And that's why we make another person outside has to make an investigation in that specific case. Een van de 3 leden van het speciale onderzoeksteam is bondsvoorzitter Doge. Michel Doge moet nagaan of de Belgische en de Europese voetbalbond correct hebben gehandeld. Hij is dus rechter en partij. Heeft de Belgische bond in 1990 een omkopingsdossier ontvangen? Nee, zegt de bond zelf. Maar wat lezen we in dit document van zijn advocatenkantoor? Aangezien de KBVB met deze hele historie niets te maken heeft en het hele verhaal vrij fantasistisch is en door geen enkel bewijs gestaafd, werd er dan ook geen verder gevolg aangegeven. Wel ontvangen, niet behandeld dus. En dan over het dossier van 92.
Een en ander wordt andermaal voor nuttig gevolg doorverwezen naar de UEFA. Eenmaal, andermaal verstuurd. Nee, want waarnemend secretaris-generaal Jan Peters verklaart dat hij in zijn bureau nog een oud dossier heeft teruggevonden. Dat van 1992. Is dat dan andermaal niet verstuurd misschien? Dit lijkt sterk op een doofpotoperatie. Met als sleutelpion Alain Courtois. 10 jaar geleden in het voetbal gelanceerd als beschermeling van Anderlecht. Dank u wel voor uw medewerking. Terug naar René van Aken. Anderlecht heeft ook in de Belgische competitie scheidsrechters omgekocht, beweert hij. Alain Courtois zegt dat hij het daar begin 93 al met Van Aken over heeft gehad. Absoluut. Ik heb met meneer Van Aken een gesprek gehad in verband met de eventuele nationale problemen. Het eerste wat meneer Alain Courtois zegde was: meneer, bent u lid van een Belgische voetbalbond? Ik zeg nee. Dan kunt u geen klacht neerleggen, zegt u. We gaan uw dossier aanvaarden als informatie. Dus wat moest ik daar dan nog aan vertellen? Als dit klopt, heeft Courtois dus mogelijke omkopingsaffaires laten verjaren. Sinds enkele maanden circuleert er nu ook een lijst met namen van omkoopbare scheidsrechters. Je peux vous dire que je n'y crois pas à cette accusation. Et que jusqu'à ce jour, je maintiens que les arbitres sont des gens honnêtes qui peuvent se tromper, comme moi je me suis trompé honnêtement sur un terrain de football. Car ce sont des gens, des personnes humaines. Donc je ne crois pas à cette accusation. Om aan de top te geraken, wees het maar in België, moet gij minstens 10 jaar arbitreren. Zult gij minimaal, en ik zeg wel minimaal, 60 maal gecontroleerd worden door eveneens minimaal 25 onderscheiden personen. Anders uitgedrukt, die man die onbetrouwbaar is, is gedurende 60 maal een onkreukbare bevonden geworden en dit door 25 onderscheiden personen. Iemand die omkoopbaar is, zal leemden in zijn arbitrage vertonen van meet af aan en niet op 1 wedstrijd wanneer hij aan de top is. Jamais, jamais, un membre du comité d'Anderlecht, qui que ce soit, m'a fait la moindre proposition ou suggestion. Het bondsparket opende alvast een onderzoek naar mogelijke omkopingsaffaires met scheidsrechters in België. Van Aken, heeft u bewijzen bij? 31 dossiers vorig jaar, zegt u. Hoeveel daarvan gingen om omkoping van scheidsrechters? Geen enkele. Ging dus telkens om benaderen van spelers? En bestuurs. Clubs benaderen die elkaar trachten. Dus wedstrijden te regelen. En in die 4 jaar dat het bondsparket actief is, hoe vaak kwam het voor dat er omkoping of mogelijke omkoping van scheidsrechters was? Ik geloof niet dat ik 1 enkel geval heb waar men kan spreken van omkoping van scheidsrechters. Het is bekend onmogelijk, of je zou een arbiter moeten nemen die ze wel rancunes heeft, die dat zou toegeven. Hè? Natuurlijk, dat is mijn mening, hè? Want ik heb zelf nooit geen scheidsrechters omgekocht. Dat is het resultaat van 12 jaar spreken met mensen als meneer Hans, met Corrie Lozano, met Herman Beleken. Daar wil ik mij niet over uitspreken, dat is Van Aken. En ik wil op geen enkel ogenblik met Van Aken in deze zaak aangesproken worden over Belgische competities. Maar als u zo succesrijk was bij Nottingham, dan is het misschien wel normaal dat Raymond de Deken opnieuw contact... Die mogelijkheid zou bestaan in me, maar dat laat ik in het midden. Dus ik vind niet dat ik daar... Ik wil daar ook geen antwoord op geven. Maar u zegt ook niet nee, er is niks gebeurd. Ik zeg niet nee, maar ik wil er geen antwoord op geven. En ik zal er ook nooit antwoord op geven. Want die zaken zijn wel correct afgehandeld, of... Ik wil er gewoon geen antwoord op geven. Als een bondsparket zijn onderzoek afrondt en zegt... Er is voor ons niks aan de hand. Dan stel ik mij ermee tevreden. Want ik ben wel logisch genoeg. Ik kan wel logisch genoeg denken. Je kunt niet blijven zoeken. Hè? Dan is die zaak voor u afgerond. Ja, natuurlijk. Dan leg ik maar daar neer. Meine Damen und Herren, Mesdames und Messieurs, Ladies und Gentlemen. Where are your problems now?
official. We have no troubles here. The airline is beautiful. Sans rien ajouter. Auf Wiedersehen. À bientôt.